Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Iedereen weet, we gaan afscheid nemen van het Zuiderpark. En dat doet ADO TV iedere week met een icoon. En ik mag de aftrap doen met Lex Schoenmaker. Kijk mee. Onderbroken om daar die supporters weg te krijgen. Nu begrijpt Westerveld niks meer van, zodat Schoenmaker kan doorbreken en het paasje geven aan Van Leeuwen. Krijgt nog een kans, hij scoort 4-0. Het is te gek. Het is te gek. Schoenmaker, terwijl Westen helemaal niet kijkt naar de herhaling. Westen wat helemaal niet in de gaten dat het een scheidsrechter bal was. En liet Den Haag rustig met die bal weggaan. Dat was de Schoenmaker. Die kreeg een punt van een Westen United speler nadat hij Henk Van Leeuwen vergeefs had. Te bereiken en toen kon hij zelf scoren. Nou, we staan met mijn icoon en jullie hebben gezien wie dat is, Lex Schoenmaker. Ik mag Lex zeggen. Ja. We staan op de plek, want Lex zegt ja, we moeten wel eventjes, dus we zijn door de regen naar het laatste veld. Hoe noemde je dit veld? Nou, dit is eigenlijk waar het begonnen is. Je had daar ingang Oost. Daar kwam ik dan op 16-jarige leeftijd met mijn bromfiets naar binnen. En dan had je twee kleedkamers staan, die waren helemaal groen. En als je daarin kwam, dan zat je al heel dicht natuurlijk naar het Zuiderpark Eerste Veld. Hè? Dat was de betaald voetbalorganisatie. Ja, daar trainde die A1 voor en dat was dan met Atemos in eerste instantie, want dat is 16 jaar. Atemos, Dick Advocaat, Kareltje Brands, Miesje Verloop. Ja, dat was een goed elftal. En die werden in dat jaar bijna kampioen van Nederland in A1. En het jaar erop zou ik dan naar ADO komen en ja, ik heb dat hele jaar meegetraind. Dus eigenlijk is het hier begonnen en dat kan je niet meer voorstellen, dat is allemaal weg. 21ste minuut van de tweede helft, aanloop van Schoenmaker, daar komt hij. Dat is een schot en dat is een doelpunt, het is 1-1. Ja, je kwam hier op 16-jarige leeftijd. Ja, op 16-jarige leeftijd. Waar heb je eerst gevoetbald? Nou, ik heb eerst van mijn 10e jaar, eigenlijk van mijn 8e jaar, bij VDS gespeeld. Okay. En dat heette Vooruitgang door Samenspel. En toen dacht je, alles door oefening, dat is beter. Dat is beter. Ja. Maar... ja, ik ben gescout eigenlijk door SVV en toen kwam ADO. En mijn vader die heeft daar eerst een stokje voor gestoken. Die wilde niet dat ik naar ADO ging, want ja, die is nog van de oude stempel. Dus, maar uiteindelijk was hij wel trots dat ik naar ADO ging. En was ook iedere zaterdagmiddag toen bij de betaalde jeugd mijn grootste supporter met mijn broer samen. En hier hebben we natuurlijk heel veel meters moeten maken. Ja, ja. Vandaag dus in het Zuiderpark. Hier is de samenvatting. Hugo Walker geeft het commentaar. Goede paas op rechts, geen buitenspel voor Vreeling. Had al lang kunnen pasen opnieuw op plek Schoenmaker. Te omzichtig gaat Den Haag te werk. Heb je vroeger veel... kijk, tegenwoordig hebben we dat internet. Als Mariese een wedstrijd verliest, dan is het weer niks. En bla bla bla, loopt iedereen te roepen. Heb je vroeger er last van gehad dat je naar Feyenoord ging? Want ik bijvoorbeeld, ja, ik denk dat ik ook wel heb zitten janken. Ja, ja, maar ja, weet je wat het is? Kijk, toen kwam er een club en zei ik van, joh, ik teken niet bij. Maar je had niks te vertellen als speler zijnde. Dus het bestuur bepaalde de transferwaarde voor je. Ja. Nou, en die was dan vrij hoog. Ik was toen zeg maar, de hoogste transfer in die jaren voor ADO. Ja. Ja, nu meer hoor, want gaat het om bedragen. Maar ik vond wel leuk dat ik de eerste was voor zoveel geld. En het is hier heel lang blijven staan. En de tweede was Martijn die toen wegging voor veel geld naar Bayern München. Dus wat dat betreft zijn er toch heel veel spelers bij ADO voor veel geld verkocht. Ja, 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 ja. Tegenwoordig ook weer. Gelukkig wel. Ja, want dat meen ik echt. Ik bedoel, wij hebben met toen zelfs Santi Kolk tweemaal verkocht zelfs. Ik heb hem teruggehaald en toen is hij weer verkocht aan Vitesse. Nou, Elia is jammer genoeg wat minder voor betaald. Maar later is het toch weer hersteld. Ja, nu weer Verhoek, Immers, Toornstra, Thierry. Ja, ja. Dus wat dat betreft zitten we weer in hetzelfde schuitje als 35 jaar geleden. Want toen werden ook spelers verkocht om ADO renderend te houden. Nou, dit was de eerste bijdrage van het afscheid van het Zuiderpark. En dat deden we met mijn icoon Lex Schoenmaker.